Waterschap de Brabantse Delta heeft een beluchter geplaatst in een sloot in de Hoge in Breda. Woensdag dreven er namelijk honderden dode vissen in de sloot aan de Zandhovenstraat. Inmiddels heeft het waterschap die allemaal verwijderd. Het water bleek naar metingen erg weinig zuurstof te bevatten, wat de reden is van de vissterfte. De beluchter moet dit verhelpen. Honderden palingen, snoeken en karpers zijn gestorven, in totaal zo'n 100 kilo. Niet alleen vissen hebben last van het zuurstofgebrek, ook de vele rivierkreeften moeten letterlijk naar adem happen.